Het fijnste aan het leerproces bij dit project vind ik nog steeds dat de leerlingen het project zelf in handen hebben gehad. Zij hebben zelf gekozen wat ze gingen doen, waarom ze het gingen doen en wij hebben eigenlijk alleen maar één vraag gesteld, waarom? We hebben de leerlingen bij elkaar gezet, laten brainstormen, laten zelf ontdekken over de grenzen heen van hun leergebieden. Ik dacht eerst dat het meer een project zou worden vanuit de school, maar ik begon er steeds naar achter te komen dat het meer echt iets was om zelf meer ideeën te komen in plaats van dat je gewoon een opdracht hebt wat ieder jaar opnieuw door iedereen gemaakt wordt. Ja, we kennen elkaar dus al lang en dat heeft dan ook ja, positieve invloed en dan kan alles ook wat vlotter gaan. Dus normaal hadden we het idee om de energie van de zonnepanelen en de windmolen in een hele grote batterij op te slaan. Nu, het prijskaartje ervan was vrij hoog, dus zijn we naar een kleiner systeem omgeschakeld. Dat kruipte wel tijd en ik denk dat we daar minstens 7 weken aan bezig zijn geweest, aan het skelet alleen. Ja, we hebben 1 muur gehad die niet goed ineen was, dus die konden we compleet terug losboren. Die konden we ook terug helemaal losmaken, die stukken terug opnieuw nameten, opnieuw doen. Ze hebben een concept dat we eerst hadden, hebben ze kunnen loslaten en kunnen gaan naar een nieuw concept. Wat ook wel belangrijk is, dat je niet blijft doordenken over hetzelfde. Dus het begin was moeizaam, maar dan één keer als zij zelf wisten van kijk, dit zou wel kunnen werken, begon dat in één keer te groeien, begonnen ze ook echt heel actief te worden. We hadden een tekening gekregen van tevoren die we toch hebben moeten aanpassen met ja, verschillende dingen proberen en dan weer printen en dan soms mislukte dat ook maar. De communicatie tussen de bedrijven en de leerkrachten, daar moet nog harder op gewerkt worden. Dat ze echt het gevoel krijgen en ruimte krijgen om echt op regelmatige basis hier binnen te komen. We hebben op het begin onmiddellijk uitgegaan van een energiebron als een zonnepaneel. En dat leek ook perfect realiseerbaar totdat we begonnen te onderzoeken aan welke omstandigheden het zonnepaneel geplaatst wordt. En daarvoor zijn we onder andere een samenwerking bezig met de U Hasselt, maar daar kruipt veel meer tijd in dan we verwacht hadden. Het is totaal niet vlot verlopen eigenlijk. Er zijn heel veel obstakels geweest waar we over moesten kruipen, toch andere oplossingen voor moeten zoeken. En dat is eigenlijk hetgene wat het meest heeft bijgeleerd. Alle fouten die erin zaten waar we een oplossing voor gezocht hebben, was weer iets wat we hadden bijgeleerd. De leergierigheid bij de leerlingen heeft mij zeker verbaasd. Ze waren ook wel vrij snel weg met onze software en onze hardware. Ze waren vrij zelfstandig, waar ik toch wel tevreden van ben. En ik denk dat uiteindelijk het project zeker ja, mooi is geëindigd. Dat was zeer leerrijk voor de leerlingen, want toen hebben ze eigenlijk te horen gekregen wat die eigenlijk echt wilden en waar ze opmerkingen over hadden in de huidige stand van het project zoals het toen was. Rond het bord stonden en daar eigenlijk allemaal onze ideeën begonnen te verwerken en te zeggen van dat was minder goed, dat was wel weer een goed idee en tot eigenlijk zo samen toch tot die oplossingen gekomen. Nu in de samenstelling, want wij hebben dan met mechanica vooral het samen het frame gemaakt en in dat opzicht komen zij ook wel met verrassende ideeën af hoe het eigenlijk gemakkelijker kan gaan qua montage. Ja, de motor die kreeg dan op een bepaald moment een kortsluiting. We wisten niet wat het kwam, maar uiteindelijk hadden we het kunnen oplossen door in de motor zelf een kleine kortsluiting te ontdekken en die dan zo snel mogelijk hebben kunnen oplossen. Maar als je dan puur naar snelheid kijkt, ja, we zijn nu al 2 jaar bezig met energiehuis. Ja, ik had gedacht dat we verder zouden staan, maar dat is in elke school zo. Je moet gewoon rekenen met de traagheid van, ja, van systemen. Zij hebben een eerste contact bij onze jury in januari en dat is meestal wel eventjes voor hun voetjes terug op de grond. Omdat ze dan merken dat ze toch nog niet zo ver staan als ze zelf denken. Dan moeten wij als leerkracht even bij hun een dag en niet gaan samenzitten. Dus wat kunnen we daaruit leren en hoe gaan we nu verder? En meestal zijn die dan wel terug op gang geschoten. Het grote probleem is eigenlijk persoonlijk, test eerst mijn sensoren individueel, maar om deze dan in een groter programma te integreren, dan zijn er toch altijd wel weer een paar dingetjes die moeten worden aangepast en dan is het eigenlijk, ja, het is zoekwerk.
sowieso. Ik moest ook heel vaak vragen wat het nu betekende met alle stappen die we gedaan hebben. En bij het begin snapte ik het idee zelf ook nog niet echt, maar langzamerhand kwam dat wel. Ze hebben de eerste keer contact met ons genomen en dan hebben we het technische van de zaak besproken. Daarna is er weinig contact geweest, dus ik ben erg benieuwd naar het resultaat dat ze volgende week uit de doeken gaan doen. Wij sturen dat natuurlijk, maar zij zijn er wel heel gemotiveerd om dat ook juist te doen. Dus zij denken ook na over de juiste onderdelen, dan met elkaar passen met dat. Alle onze problemen waren we dus hoe we eraan moesten beginnen en ja, wat we voor nodig hadden. Dus hadden we eigenlijk verschillende keren zitten brainstormen. En voor elk probleem die we hadden, hadden we dan zo'n oplossing kunnen vinden. Samenwerking met bedrijf is wat minder geweest, vinden wij. Dat er nog meer gefocust wordt op heel veel tijd spenderen met het bedrijf in een vroege fase om heel duidelijk de projecten te definiëren. Eigenlijk hadden we nog graag eens samen aan tafel gezeten, maar dat is spijtig genoeg niet kunnen doorgaan wegens waarschijnlijk het tijdsgebrek. De eerste moeilijkheid was dan de printer, dat die vaak bezet was. Die maken ook gebruik van de printer en dan was het soms wel een moeilijkheid dat hun aan het printen waren terwijl wij moesten printen. Ja, dat was natuurlijk een hele hoop werk, want de machine is redelijk groot. Dus we begonnen alles te tekenen, een beetje uitzoeken hoe en wat. Ten slotte is alle tekeningen goed, alles goed verlopen. En nu begint het volgende werk, alles produceren. Uiteindelijk is dan ook gebleken dat zij zelf met ideeën erop komen en dat zij zelf beginnen na te denken hoe dat ze die dingen kunnen creëren, kunnen maken. Toen we de eerste keer begonnen te testen, dat was wel weer een hele boost voor het moraal. Omdat we toch weer zo het gevoel kregen van, het gaat lukken. Ons bedrijfbezoek bij Delta is ons wel heel erg bijgebleven. We dachten al dat we toch heel veel info hadden. En dan kom je daar, we spreken echt met u alsof je een collega zei. Dat je kent er alles van. Zonder hun, ja, kregen we het niet klaar. Over het algemeen blijven leerlingen mij toch nog altijd positief verrassen. Niet enkel hier, maar over het algemeen. Ik denk als leerkracht moet je altijd ook op zoek kunnen gaan naar het positieve van de leerlingen. Het is niet altijd even makkelijk om tussen school en een bedrijf die samenwerking te doen. Maar ik mag zeker niet klagen. Het is heel, heel vlot verlopen. Ja, binnen onze opleiding zelf hechten we heel veel belang aan projectwerk. Aangezien de secundaire school ook heel veel projecten doet en een geïntegreerde proef of een stemproject is wel zoiets. En het is niet meer dan normaal om samen te werken en ja, niet alleen naar de bedrijven toe, maar ook naar onze secundaire scholen toe.